Hoi, hier is Anagrader en vandaag ben ik weer met Mart. Hallo, ik kom jullie weer irriteren. En dit keer doen we wat anders dan normaal. Dit keer gaan we niet een normaal potje doen, maar we gaan knife runnen. Yay! Dat is best wel noob eigenlijk. Ik denk dat mensen wel weten van Call of Duty, gewoon met mensen knijven. Maar met Destiny is het wat anders, want ik heb een ander soort knife. Ik soort van teleporteer naar iemand toe. En ja, dit gaan we even uitproberen. Kijken als het leuk is en ja, dan gewoon een nieuwe reeks starten eigenlijk. Mochten we nou granaten gebruiken of niet? Ja, we doen wel met granaten, want anders is het op sommige momenten, tenminste, ik gebruik zo vaak een granaat dat ik gewoon aan gewend ben en dan kan ik niet opeens zonder granaat spelen. Maar dat zullen we wel in deel 2 doen. Geen echte knife. Okay. In deel 2 zullen we zonder granaat doen, deel 1 met. Ik vind het helemaal prima, David. Maar ja, we gaan nu beginnen. We spelen op Bastion op Mars. Deze map is op zich wel te doen, volgens mij toch, Mart? Ja, dat is wel leuk. Het is wel een leuke map, maar het is wel groot. Eigenlijk is het een rotte map. Eigenlijk ja, volgens mij is het zelfs de kutste map. Ja, want we hebben geen in nog wat game. Voor de mensen die deel 4 hebben gekeken van Control gebeuren. Hier zijn ook vehicles, hier zijn ook motors en interceptor dingen. Nee, gaan we nu niet in. We gaan nu gewoon knijven. En ja, zo gaan we dat doen. Er is geen interceptor trouwens. Is wel 100% zeker, ik heb hem wel eens gezien. Misschien één in. Zo. Eigenlijk had ik een andere perk aan moeten doen, dat ik onzichtbaar kan worden. Dat kun je nu toch nog steeds doen, David? Ja, maar dat ga ik niet. Oh, godverdomme, ik ga een andere weg nemen. Ik ga sowieso 100% zeker nu al dood. Oh, we doen trouwens met 3 levens, mensen. Omdat we knife en zo, dan ga je snel dood. Hoppa, eerste kill. Dat doen we gewoon weer. First blood. Yeah. Gaat voor David. Oh. Ik heb al wel 1 kill. Ik zag gewoon eerst van mijn team. Dit gaat nog tricky worden. Ja. Oké. We mogen ook niet in het vehicle zoals dit. Dat is verboden. Oh shit, er is iemand in de buurt. Oh, jammer. Ik zag hem te laat. Als ik jou zou ik wel die onzicht gaan kijken. Omdat... Oh, daar is iemand. Oh! Ja, jezus man! Uit je granaten. Dat kan toch niet? Oké, okay. Ja, nog één. Snel doe je onzichtbaar. Oké, okay. Onzichtbaarheid, dan ga ik even hierheen. En dan zit dat, als het goed is, helemaal hier. Dat is ook wel handig. Nee. Nee, doe maar onzichtbaarheid. Hoe gebruik je onzichtbaarheid? Als je gaat zitten, wil ik zo. Ga lekker zitten. Even zitten. Dan wordt het onzichtbaar en dan kunnen mensen me nauwelijks zien. Ze kunnen me wel nog wel zien, maar niet helemaal. Soort van. En heb je ook nog steeds dat je onzichtbaar wordt nadat je iemand hebt gekild met je strike dingetje? Oh, oké, Martis, het gaat niet heel goed, maar ja, we hebben dit nog nooit eerder gedaan, dus sorry. David, heb je nog steeds dat je iemand meteen, dat je meteen weer kan knifen? Of zo? Ja, dat je, ik heb aanstaan dat ik heel snel achter elkaar blinkstrike kan gebruiken en dan een soort van teleporteren met knifen. Maar niet dat je dus onzichtbaar wordt als je... Nee, dat staat uit. Okay. Hey. Maar dit is ook niet bepaald de beste map hiervoor, want het is een beetje een grote map, dus ja, we hadden een beetje een andere map kunnen hebben. Wat? Ops! Ops! Wat? Beet het! Nailed it? Nailed it, jongens. Je hebt niet eens een assist, Mart. Nee, ik had het gebeet. Ik bedoel, dit is geen League of Legends waar je assist krijgt voor het beten. Master beten. Leef. Wauw. Gewoon ook niet helpen. Maar je kunt. Netjes! We hebben al 2 kills. Het gaat echt zo slecht. Maar het is wel stom, je kan je wapens niet uitzetten. Soort van, want bij Call of Duty wel kan, kan hier niet. Oké. Ja. Maar ja, Ja. En wij hadden weer een keeltje erbij. Een leuk keeltje. Oh ja, maar ja. Yeah. Wat eigenlijk wat een stom wapen. Het idee hierachter is gewoon eigenlijk dat je onzichtbaar wordt en dan gaat knife als een fucker en dat je dan kills krijgt. Ja.
En Hunter is de enige met de mes, dus daarom hebben we ook echt de Hunter. Sowieso mijn Hunter is hoogste uitgeleveld. Assist. Ook Jill. En ja, elke Guardian, elke class heeft zijn eigen knife vorm. De Titan geeft Growfist, de Hunter heeft een mes en de Warlock. Die heeft een of ander gekke ding. Ja, magische power gebeuren. Wat veel te sterk is. Vooral voor grote afstand. En, De Gunslinger, dat is de eerste subclass van Hunter, die kan ook mesjes gooien. En deze kan juist soort van teleporteren als hij een mesje. Wow, dit zou ook wel leuk zijn met Gunslinger eigenlijk, knife only. Op zich wel. Dat kan ik ook wel een keer proberen. Maar mijn Gunslinger is nog niet zo. Oh, freaky hey, gebruik je ult, gebruik je ult. Nee, maar nee, want het is een interceptor. Oké, okay, ja, ik had gelijk. Dus hier zijn ook interceptors. Want ik weet dat ik hier echt wel vaak dood ga. Wat ben ik aan het doen, jongens? Bijna maar. Oh shit, je hebt overleefd. Ik ren voor mijn leven. Ga van me af, ga van me af. Lekker, lekker, impact. Oh. Ja, ik heb nog een leven, dit is een tweede keer. Je kan ook de super gebruiken, want super gebruikt ook mensen, dus wij vinden dat dat mag. Ja, maar kijk, in de derde aflevering zei jij dat ik niet mijn super moest misbruiken en dat jij de super pro mee was, dus ik dacht, we waren nu voor jou. Ja, ik ben best wel pro, dankjewel, maar... Het zou ook wel mooi zijn als je nu Blink had, zeg maar. Blink is een soort van een... Dubbel jump, alleen dan teleporteren in plaats van dubbel jump. Maar ik heb ook Blink. Oké. We kunnen dat op zich aanzetten, maar ik kan daar niet veel mee over weg. Dat wel. Nou ja, en dat is plaats van zoals dit dubbel jumpen, gewoon... Wat? Waarom is mijn strike nog niet up? Okay. Wat is je strike? Oh, je Blink strike. Ja, dat is. Ik ben weer, jongens. Let the pro... Do his turk. Nou, ik had toch geen meer kills, maar jij hebt wel je ult, dus... Ja, inderdaad. Kijk, daar zie ik hem. Hier zijn mijn... Niet je ult ervoor gebruiken, joh. Ik heb geen granaatje. Nee, ik heb hem net niet gebruikt. Hij heeft alle haast. Jammer, hè? Er is hij. Oh, hij is er niet. Meer. Ik dacht, hey, ik heb hem gewoon, maar dat was hem niet. Beet. Kijk, kan ook in turrets. Kijk, dat nee, dat mag ook niet. Nee, maar het ziet er zo uit. We gaan wel even uit. Hoppa. I will save you all. And then he died. Then I'm dead. Wat was dat? Good and good. Ik ben bang. Ik ben 100% zeker dood. Oké. Okay. Zitten, even zitten. Even tot rust komen. Waar gaan we heen, jongens? Ik ga lekker naar A. Want dat is de eerste letter van het alfabet. A is echt de plek waar nooit iemand komt. Dat zegt. Ja, bij elke map heb je dat wel een beetje. Nee. De map die ook in deel 4. Nee, deel. Ja, deel 4. Yeah. Punt C. Godverdomme, waar is die gast? Onder je daar. Weet ik niet, man. Daar. En je bent. Oh, ik ben dood. Dit is je eerste dood. Oh. Scorch me. We staan laatste, maar zo gek vind ik het ook niet. Je bent wel vermoord door Jellyman. Oh, Jellyman. Super cool. Super, super gangster gewoon. Ik ben gewoon vereerd. Ik heb nog een granaat. Daar ben ik daar best wel blij mee. Want granaten zijn een ziekje. Ik heb voor 10 seconden gaan. Ja, op, met verschillende armor stukjes. Ja, je hebt een soort van strength en intellect en dat soort dingen. En dat zorgt er ook voor dat je bijvoorbeeld je granaat sneller weer kan gebruiken. Ja. Wow. Godverdomme, hij heeft ook al zijn ult gebruikt. David, en dan zeg je dat ik hem gaat zou misbruiken. Ik haat je. Well. Don't see my Jansen. Je weet het. En nu ga je dood, nu ga je dood. Hij. Kill! Ja, en ik ga dood. Ik heb wel één keer geraakt. Eén keer. Dood. Ja, je moet trouwens twee keer knijpen voordat iemand dood is. Ook al heb ik Blink Strike, dan alsnog. Behalve de Titan volgens mij, toch? De Titan kan wel in één keer iemand dood knijpen. Ja, met zijn. Als hij zijn Blink. Ja, als hij een soort van zijn Blink Strike ook heeft, dan kilt hij wel in één keer.
En dan krijgt hij ook nog armor erbij. En Warrior ook. Warlock kan dat ook, hè? Serieus? Met zijn... Hij heeft ook zijn ability waarbij hij meer damage doet. Ik ga jou steken, jong. Iedereen mag mij. Normaal niet. Normaal wel. Ho! Nou, pilot. Ah, Martis! Ik ben! Martis! Martis! Merch! Oké, wij gaan wel goed internet. Ja, op zich. Tenminste. Oh, wij mogen ook geen heavy ammo gebruiken natuurlijk, hè? Nee. Per dekkie. We mogen wel Sparrow gebruiken, vind ik. Maar Sparrow kan niet schieten. Nee. Wacht. Mensen die nu weten dat je eigen persoonlijke motor is. Wauw, die is niet vanavond. Oké, dat is dood 1. Tja. 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 Tja, tja, tja. Als ik daar naar kon schieten. Ja. Kijk, dit is Sparrow. Wee! Cool. Maar nu mag ik echt geen schieten. Oké. Going in. Oh. Nailed it. Oh, iemand met supermarkt. Oké, okay. Tweede dood. Dit, joh. Hij zit er ook echt te campen. Ik haat campers. Destiny kan niet heel erg goed. Jawel. Nee. Echt. Ja. Ze hebben geprobeerd het eruit te halen, maar er zijn toch wel mensen die... Maar het is meer, je ziet er iemand op de radar. Linksboven. Ja, behalve als je zit en stil. Op zich. Granaat. Oh, dit wow. Wat? Maar had hij increased armor of zo? Want ja, kan... nee, hij had zijn ult aanstaan. Ja, maar dat staat van een Sunsinger. Oh. Dat staat nergens. En die valt minder op. De Sunsinger ult. Want niemand kent die echt. Ik heb zelf ook een Sunsinger, maar die is pas level 4. Dus ga ook wel binnenkort ergens mee spelen. Hehe. Hoppa, mijn kill. Ja, niet. Serieus niet? Nee. Of weet je wel. Lol. Bijna mijn kill. Ik vind dat ik er eerder voor krijg. Ik vind het wel niet. Ik vind het wel niet. Kijk, 360 Turk, ik claim hem. De... Oh. Hij is er hoor, hij is er, de 360 Turk. Ik ga. Campen. Kamperen. God, nee. Hé, hey, ik heb hem alsnog. Lol. Twee doods, denk ik, toch? Ik kan niet tellen. Ja. Ga even mijn vingers gebruiken. Nou, oké, twee. Wauw. Ja, dat was hem. Oh, we zijn trouwens nu ongeveer 2 uur wakker. Tenminste, ja, maar het is 2 uur wakker. Ik ben 5 uur 's ochtends werd wakker uit het niets. Toen ging ik maar YouTube uploaden, want ik kon niet slapen. Dus ja, vergeef me als ik niet al te actief ben. Hallo. Ik ben nog jong, ik heb een slaap nodig. Ja. Turk. Ik word over! Nou, waarschijnlijk. Kijk, ik heb een kompas op mijn wapen. Dat helpt mij. Kut, David. Ik was aan het vertellen over dingen. Maar ga maar vertellen. Nou, waarschijnlijk als dit filmpje wordt upgeload, dan is het dinsdag of maandag. Ik weet niet precies wat David gaat doen. Ligt eraan of hij luistert niet. Ik wil, mag het kapot maken? Ja, doe maar. Oh, dat is mijn eigen teamsding, anders zou doen. Maar in ieder geval, als dit geüpload wordt, dan ben ik waarschijnlijk jarig. Oh ja, dat wordt 16. Dat wordt gewoon 16, bad boy. Dit was het weer, denk ik. Yo. Snel potje. Deel 2 van de ding komt er meteen aan, want dat gaan wij waarschijnlijk nu ook al uploaden. Opnemen. Dus het wordt wel iets later upload, maar het wordt holy wel... Holy shit, je hebt gewoon 2 dingen gekregen. Serieus? En een 0,54 KD. Dat is niet zo heel slecht. Nee, ik vind het nog best goed voor een eerste night run. Maar ja, dit was de eerste keer. En like, subscribe, weet niet, doe iets. En kijk naar MAVO. En ga naar deel 2.